Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. In Nederland is geen bewolking aanwezig. Het is kraakhelder. En dat betekent dat de temperaturen flink omhoog gaan schieten. We hebben al een uitzonderlijk zachte nacht gehad. En in de ochtend liggen we al heel snel boven de 20 graden in het hele land. En vanmiddag komt daar nog een flinke slok bij. We gaan naar temperaturen van 30 tot 32 graden in het binnenland. Op de Wadden is het zo'n 29 graden. Het blijft zonovergoten. En we hebben een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. Vanavond verandert er heel weinig. Natuurlijk gaat de temperatuur wat omlaag. Maar rond een uur of negen is het nog altijd 25 graden. En maar heel Langzaam zakt de temperatuur dan geleidelijk verder. Dan gaan we naar morgen en dan hebben we nog steeds een dag met hoge temperaturen. Maar of we de 30 graden ook gaan halen, nou misschien net op sommige plaatsen. In de loop van de middag sluierwolken in het zuiden, en die wolken worden langzaam dikker in de avond. En dan maken we ons op voor een ander weerbeeld, want vrijdag is het veel minder warm. 20 tot 23 graden wordt het dan. Het is wisselend bewolkt met wat zon, maar van tijd tot tijd valt er ook een regen of onweersbui. Ook zaterdag is dat nog het geval, zondag is de neerslagkans een stuk minder groot. En in het weekeinde doen we het met temperaturen van zo'n 19 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl